Hey, goed dat je kijkt en welkom bij weer een nieuwe vlog van CB Makelaardij. Dit keer over de zin en onzin van het warmtenet. Het warmtenet, wat is dat nu eigenlijk precies? Hierbij wordt afval of industrieafval, biomassa, zoals bijvoorbeeld hout of dergelijke, verbrand. En de warmte die vrijkomt, daarmee wordt het water opgewarmd wat door buizen, door leidingen naar de diverse woningen en gebouwen stroomt om deze te verwarmen. Wat zijn nou de nadelen van zo'n warmtenet? Zoals je hier ziet, de hele straat moet opengetrokken worden. Het kost best wel veel geld. En er kan een monopolie ontstaan omdat er dan maar één leverancier is die de warmte levert bij jou in de woning. Een ander nadeel is dat de dichtheid hoog moet zijn. Dat betekent dat er veel woningen moeten zijn in een bepaalde buurt om het warmtenet interessant te kunnen houden. Voordeel is dat je geen cv-ketel meer nodig hebt en dat het duurzaam is omdat je van het gas af wil gaan. Conclusie. Ik heb zojuist de voordelen genoemd. Het is duurzaam en het is snel. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. Toch is het nodig om verder te gaan van het aardgas af te komen en zo op te gaan naar een duurzaam en klimaatverantwoordelijke warmte in jouw woning. Achter mij zien we de HVC, huisvuilcentrale. Hier wordt het meeste huisvuil uit de regio Drechtstede verbrand. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met die warmte die vrijkomt met het verbranden? Nou, dat is eigenlijk de bron van het warmtenet. Het afval wat verbrand wordt, hiermee wordt het water opgewarmd met de warmte die vrijkomt. En die warmte die wordt getransporteerd naar onder andere Dordrecht en ook Sliedrecht en andere Drechtsteden waar het warmtenet is aangesloten. En HVC dat streeft uiteraard naar 100% afvalvrij. Toch is er wel afval nodig om die warmte te kunnen produceren voor het warmtenet. Dus straks komt er een run los op jouw afval. Ik heb jullie net wat verteld over hoe het warmtenet werkt, afval of hout wordt verbrand. De warmte die daarbij vrijkomt, daarmee wordt het water opgewarmd. Nou, zoals je kunt zien, kunnen we dat bij CB uiteraard ook gewoon zelf. Het water wordt opgewarmd door middel van het hout wat we verstoken. En daarmee kunnen we uiteraard de woning warm maken. Tuurlijk, kunnen we er ook thee mee zetten. En wil je koffie, dan komt het ook goed. Maak snel een afspraak bij CB en wij zorgen dat het warm is. Tot snel. Bedankt voor het kijken. Like en abonneer. Tot de volgende keer.